Ze zitten meestal in het boetegebied, de criminelen die ecstasy produceren. Zo ook donderdagochtend in de buurt van Kelpen-Oler, waar de politie een groot drugslab heeft opgerold. Het was zeker geen kleine actie donderdagochtend in het normaal zo rustige Mildert, een gehucht tussen Zwartbroek, Leverooi en Kelpen-Oler. Donderdagochtend reed een flinke politiemacht door de straat. Vlak bij de plek waar de spoorbrug over het kanaal gaat, werden door een arrestatieteam de poort ingeramd. Op zoek naar verdachten die zich op zouden haaien bij de drugslab. Die werden echter niet aangetroffen. Wel werden de plek ontdekt waar een drugslab in bedrijf zou zijn geweest. Op het moment dat de politie binnenviel, was er geen productie aan de gang in het schupke dat helemaal achter op het perceel loog. De politie was het drugslab op het spoor gekomen nadat buurtbewoners melding hadden gemaakt dat ze een verdachte chemische log hadden geroken. Forensische specialisten van een speciaal team dat drugscriminaliteit aanpakt waren ter plaatse om onderzoek te verrichten. En daarna werden begonnen met de ontmanteling van het drugslab. En de verdachten werden vooralsnog niet aangehaaien.